was het mooi. Hey, hoe voel je je? Ja, opgelucht, maar ik vond het zo vet om te doen. Het ja. was echt heel erg leuk. Ja. Quando la lo. 93,5 punt gezongen. Ali. Ja, weet je, los van die hoge noot op het eind wou ik jou heel snel een 10 geven. En dat is omdat dit nooit mijn genre is geweest. Maar als jij het zingt, komt het bij me binnen. Mario, hoe was het voor jou? Nou, een geslaagde avond, hè. Ik bedoel, die tweede stoel is net zo mooi als de eerste. En de finale komt nog. Dus ja. Dat wil zeggen, nog een rondje lekker zingen en muziek maken. Dat kan niet beter. Hoe ga je je voorbereiden op de finale? Nou, ik heb zo het idee dat ik met iets origineels moet komen. Maar het zou zomaar eens iets Italiaans kunnen zijn natuurlijk. Ja. Iets klassieks. Maar ik moet er nog even goed over nadenken. En dat geldbedrag van 100.000 euro? Dat zou leuk zijn. Ja, toch? Ja, ja. Ja, lijkt me ook best wel leuk. Dat zou me meehelpen. Ja. Hé, hey Mario, onwijs bedankt en ik zie je in de finale. Nou, tot dan. Maak er nog een mooie avond van. Gaan we doen. Oké, dan. Labba. Met 87 punten. Besef je het een beetje? Het is ingedaald. Ja? Ja, het confetti, de confetti heeft geholpen. Ja, je staat gewoon in de finale. Ja, dat is echt heel vet. En heb je al een beetje een idee wat je gaat doen in de finale? Er zijn opties. Ja. Het gaat of helemaal richting een ballad, of nog meer elektronisch, eventueel. En we hebben ook nog een eigen nummer, maar joh, dat gaan we nog even overleggen. Wie is de eerste die gaat bellen als je zo meteen de deur uitloopt? Liefie! En wat ga je dan zeggen? Hoe is je toon? Nee, ja, ik zal wat lager gaan, want ik praat de hele tijd super hoog als ik... Heb ik helemaal gelast van? Excited ben. Hey, gefeliciteerd. Dankjewel. En ik zie je in de finale. Ik ben onwijs benieuwd wat je gaat doen. I hate to admit it, but I got it all. Ja, oh, ze heeft jullie ingehaald. 86,5 punt. Wow. Betekent dat je een finale stoel hebt. Oh, wat was het mooi. Hey, hoe voel je je? Ja, opgelucht, maar ik vond het zo vet om te doen. Het ja. was echt heel erg leuk. Ja. Ja, het is gelukt. Ja, het is zeker gelukt. Heb je al een beetje idee wat je nou gaat doen dan in de finale zo meteen? Nou, ik wil echt gewoon een country klassieker. In ieder geval, ja, gewoon echt een klassieker lijkt me toe. Country road. Nou, ja. Wie weet. Ja, je staat zo meteen gewoon in de finale van We Want More, de allereerste finale. Hoe schat je je kans in? Nou, ik heb geen idee. Ik vind muziek is gewoon nooit een wedstrijd en ik vind dat iedereen het gewoon fantastisch doet. Dus het enige wat je kan doen is gewoon ervan genieten en je best doen. En, ja. Ik kijk ernaar uit en ik kijk er ook naar uit om jou te zien, Melanie. Maak er een mooie avond van. Gaan we doen. Doeg! Kijk eens even hier, naar het scorebord. Op nummer 1, recht de finale in. Dankjewel. Dames en heren, de nummer 1 van vanavond met een prachtige Portugese vertaling van Zij gelooft in mij. Hoe was het vandaag voor jou? Dat is wel mooi, zeker. Ja. En dan krijg je zo'n reactie van de jury. Je verwacht het niet, hè? Je weet het niet wat gaat gebeuren, maar dat is wel mooi. En vanavond, wat staat er op plan? Vanavond ga ik gewoon naar huis en dan ga ik met mijn man en met mijn kinderen en wij gaan iets drinken op deze avond. Dat zou ik zeker. Zeker. Maria, ik kijk ernaar uit om je te horen zingen in de finale. Gefeliciteerd. Maria de Fatima, Mario, Helena Hall en Melanie. Zij treffen over een week de andere titelkandidaten. De Blues van Phil B. Ricardo met het levenslied. Wereldverbeteraar Mannes en vaderzangeres Iris. En het deelnemersveld wordt uitgebreid met Silver, Mel, Boas en Brian. Over een week, de grote finale van We Want More.